Michel, hoe zit het met de andere Big Brother bewoners? Heb jij nog vaak contact met hen? En zo ja, met wie? Nou ja, ik denk dat het een vrij makkelijk antwoord is. Ja, ik heb nog steeds contact met vier, nou eigenlijk moet ik zeggen vijf. Ik heb goed contact met Jill. Jill en ik zitten ook bij hetzelfde management. Daarnaast heb ik haar buiten het huis veel beter leren kennen dan ik binnen het huis heb gedaan. Ja, ik heb natuurlijk nog heel veel contact met Julie, Nick, Lise en Naomi. En ja, dat is eigenlijk niet gestopt en dat zal ook zeker niet stoppen. Je zei dat je Gilles veel beter hebt leren kennen. Op welk vlak bedoel je dan? Had je te weinig contact in het huis of heb je een andere Gilles leren kennen? Ik denk dat ik sowieso al een andere Jill heb leren kennen. En wat het contact in het huis, ja, was ook niet hetgene hoe het zou moeten zijn. En ja, sommige dingen lopen nou eenmaal zo. Maar ik denk dat eenmaal buiten het huis hebben we elkaar veel meer, zijn we elkaar veel meer gaan waarderen. Dat gebeurde al een beetje aan het einde van het programma. Maar eigenlijk hebben we die weg doorgetrokken sinds dat we het huis uit zijn. Ik noemde haar in het huis al een zotte doos, maar dat is echt wel buiten het huis ook gebleven, hè? Ze doet heel gekke Ja, dingen, hè? Jill is Jill. En ja, ik kan dat wel steeds meer waarderen. Ja. In het huis was het af en toe heel irritant. Hè? En buiten het huis ook nog hoor. Maar het hoort er gewoon bij. Ze is toch wie ze is. Ze zal het graag horen. Ja. Zijn er mensen met wie je totaal geen contact meer hebt? Ja, die zijn er ook bij. Ik heb bijvoorbeeld geen contact meer met Els of Nathalie. Ja, dat zijn, ja, iedereen is dat voor zich en dat maakt ook helemaal niet uit. En ja, je kunt ook niet met iedereen contact onderhouden en dat hoeft ook helemaal niet. Want ja, met sommigen heb je een betere klik dan met anderen. En ja, als we elkaar zullen zien en op een eventuele reunie, als iedereen erbij is, dan waar iedereen altijd meer dan welkom is. We sluiten wat dat betreft, als we dingen organiseren, want dat hebben we wel eens al gedaan, sluiten we niemand uit. Dus iedereen is welkom en de ene sluit wel aan dan de ander niet. En ja, de ene heeft wel een goede ervaring en een goede tijd gehad in Big Brother en de andere wat minder. Dus ja, dat moet je respecteren.